let's go. Push, push. En door, en door. Bam, bam, bam. Ja, let's go. Dit is de race waarmee Siebe en Tije het NK Freerunner wonnen. De freerunners van de Eindhoven Club Commit zijn trots op hun winst. Tije won de eerste plaats onder 16 en Siebe de volwassen competitie. In de Koepelhal in Tilburg. Het voelt behoorlijk goed. Dat is wel een gevoel wat je eigenlijk niet kan beschrijven. Dat is wel speciaal, ja. Ja, super vet. Ik heb altijd naar hem opgekeken en nu gewoon om zo het samen die nummer 1 te pakken is super gaaf. Dus daar ben ik ook blij mee. Voor Siebe zitten er dit jaar misschien nog meer prijzen in het vat. In september doet hij namelijk mee aan het wereldkampioenschap in Portugal. Het is een beetje hetzelfde. Het is natuurlijk wel de vraag hoe het parcours eruit gaat zien. Maar het wordt wel een hele vette uitdaging om ook tegen andere mensen te mogen strijden. De nu nog 15-jarige Tije moet voorlopig wachten tot de volgende NK. Dan mag hij in de 16-plus competitie strijden tegen zijn idool Siebe. Nou, je traint dan met mensen van 16-plus, dus het kan ook boven de 20 zijn die al veel langer trainen dan mij. En daardoor wordt het wel een stuk lastiger. Maar dan wordt het ook wel leuker om jezelf te pushen en jezelf uit te dagen om nieuwe challenges te vinden. Zoals je proberen zoveel mogelijk te trainen en vooral met mensen waar je tegenop kijkt en die jou kunnen pushen tot het volgende level, dat het beste is om te kunnen groeien in de sport. Hey. Ja! Gelukkig is de schade door deze halsbrekende toeren tot nu toe beperkt gebleven. Heb je al wel eens een keer ook iets gebroken? Niet met freerunnen zelf, daarvoor wel, maar nog niet. Je leert natuurlijk hoe je in de lucht moet bewegen, dus een beetje air awareness. Je leert waar je bent en hoe je bent en je krijgt steeds meer controle wanneer je valt en zo kun je jezelf ook beter opvangen.